jullie welkom bij een nieuwe video. Hoe langer je dan bent geworden, want volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer op het kanaal van Kim. Wie een beter maakt zien vandaag? Stefan misschien? Ah. Subscribe to the YouTube channel en be your best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan we denk ik wel een van mijn favoriete testen doen. Dat is namelijk de grote donut test. Ik heb hier voor me al alle donuts liggen. Ze zien er super lekker uit. En in deze video ga ik natuurlijk testen waar je de lekkerste donut kan kopen. Vergeet zeker ook niet op de abonneerknop te drukken, zodat je geen enkele video van mij mist. En je maakt er mij weer super blij mee. Maar we moeten natuurlijk eerst ook nog deze donuts halen. Dus ik laat jullie nu zien waar ik al deze donuts heb gehaald. Nou, ik sta nu in de Albert Heijn. En hier zo kan je super veel leuke donuts kopen. Zelf ga ik toch echt voor de roze met marshmallows. Maar ze hebben hier ook hele leuke Cookie Monster en smileys. En echt super leuk. Dus ik ga toch voor de roze. Nou, ik ben nu in de Dekenmarkt. En hier zo heb je wat minder keus qua donuts. Je hebt eigenlijk maar twee keuzes. Dat zijn de hele leuke kleurtjes en de suikerdonut. Maar zelf vind ik de kleurtjes heel erg leuk. Dus ik neem deze. En dan ben ik nu bij de Lidl. En hier zo ga ik ook even een donut halen. En dat is met een speciale reden. Maar daar kom ik zo op. Laten we eerst de donut halen. Nou, hier zo heb je super leuke donuts. Je hebt namelijk een chocoladedonut en een zebra donut. Super grappig zien ze eruit. En hier zo kan je ze zelf scheppen uit het schap. Dus dat ga ik ook doen. En ik ga voor de zebra, want ik weet dat daar een vulling in zit. Dus we moeten even mooie zoeken. En ik vind deze op zich wel mooi. Het is erg moeilijk om dat zo te doen. Hier. Nou, ik ga nu naar de laatste winkel om donuts te halen. En ik ga nog niet vertellen welke winkel het is. Ik geef jullie één tip. Ik ga naar Amsterdam. Raad het maar. En dan zie ik jullie zo bij de winkel. Ik ben in Amsterdam en ik ben bij Dunkin' Donuts. Deze mag natuurlijk niet ontbreken aan de grote donut test. En ik heb het super lang niet meer gehad. Dus ik ben ook super blij dat ik er eindelijk weer ben. Dus ik ga even wat lekkere donuts uitzoeken. En dan kunnen we net beginnen met de test. En blijkbaar is dit nieuwjaar. Ik ben er vet lang niet geweest. Dus ik weet het allemaal niet. Maar ze hebben nu bestelpalen zodat je het gewoon mee kunt nemen. Dus super handig. Dus ik ga wat lekkere donuts uitzoeken. Nou, ik heb de donut. Het zijn er 12 geworden. Ik kon niet zo kiezen, dus ik heb er gewoon lekker veel meegenomen. En ik heb nog wat anders leuks gekocht. Ik heb merchandise gekocht. Maar dat laat ik thuis zien, want ik ben er echt super blij mee. Dus laten we dan nu snel naar huis gaan. Nou, dan gaan we nu toch echt beginnen aan de test. Maar eerst wil ik nog wat zeggen. Want bij de Lidl zei ik natuurlijk dat ik naar de Lidl ben gegaan voor een speciale reden. Dat is prijs. Ik heb van een wat duurdere supermarkt, de Albert Heijn, een low-budget supermarkt, de Lidl, een normale, gemiddelmatige supermarkt, de Deka, en dan een specialist donuts gekocht. En dat is natuurlijk Dunkin'. Dus zo kan je kijken of het prijs echt verschilt in smaak en ja, dat soort dingen. Dus laten we, ik zou ook alle prijzen even in de beschrijving zetten onder deze video als je daar nog geïnteresseerd in bent. Maar laten we dan beginnen met de Albert Heijn donut. De Albert Heijn heeft super veel leuke donuts, maar ik heb gekozen voor de marshmallow roze. Hij ziet er super lekker uit en ik weet, deze heb ik af en toe al een paar keer gehad. Oh, alle marshmallows vallen er ook af. Maar ik heb alvast een stukje eruit gesneden, zodat ik hem kan proeven. Moet wel marshmallows op natuurlijk. En dit is gewoon een normale donut, zit geen vulling in. Dus ik ga hapje nemen. Dit is echt een best wel hele lekkere donut. Hij is, er zit wel een klein laagje glazuur op. Maar voor de rest, het is wel lekker. Hij is niet te zoet. Het is lekker zacht deeg. Dus eigenlijk vind ik het best wel een lekkere donut. Die krijgt een duimpje omhoog. Dan gaan we door naar de low budget winkel. De Lidl natuurlijk. En hier zo hebben ze twee verschillende soorten donuts. Je hebt een beetje de vanille noemen ze het, maar ik vind het meer een zebra-achtig. En je hebt een chocolade donut. Zelf weet ik dat de zebra heel erg lekker is, want ik heb hier ook al een stukje uitgesneden. Er zit room in. En dat had ik eerst ook echt niet verwacht van een low-budget supermarkt. Dus ik ga deze natuurlijk testen. En voor de rest kan je heel mooi zien de topping, de icing is best wel dik. En vergeleken met de Albert Heijn is dat wel meer. Dus even kijken waar het meeste room zit. En dan ga ik een hapje nemen.
Het is een best wel lekkere donut. De room overheerst wel heel erg vergeleken met het deeg. Zeg maar echt het donut gedeelte. Het is niet zo heel erg droog ook. Ik vind het wel een lekkere donut. Maar toch vind ik de Albert Heijn donut. Dat deeg vind ik toch iets zachter en iets luchtiger. Dus qua deeg van deze twee zou ik eerder voor de Albert Heijn gaan. Maar de room hierin is wel heel erg lekker. Dan gaan we door naar de dekenmarkt, de normale supermarkt. En hier hebben ze heel verschillende soorten kleurtjes. De topping heeft ook andere smaken, zoals dit is weer chocola. En zo heb je allemaal lekkere dingetjes. Maar misschien hadden jullie het al verwacht van mij. Maar ik ga natuurlijk voor de roze. Dit is gewoon een normale met hagelslagjes erop. Hier zit geen vulling in, maar alsnog. Ziet er super lekker uit, want hij is roze. Ook deze topping is weer dikker als die van de Albert Heijn. En het ziet er best wel luchtig uit, deze donut. Dus ik ga er gewoon een hapje van nemen. Het is een heel lekkere, luchtige donut. Net zoals de Albert Heijn. Toch vind ik de Albert Heijn iets luchtiger. De topping is ook best wel lekker, niet te zoet. En er zitten hagelslagjes op deze. En die crunch echt lekker tussen je tanden, vind ik. Dus ik vind deze ook eigenlijk best wel heel erg lekker. Dan gaan we door naar de laatste. En dat is natuurlijk Dunkin, de specialist. En hier zo ga ik twee donuts van testen. Want Dunkin die heeft normale donuts natuurlijk, waar een gat ook in zit. Maar ze hebben ook dichte donuts en hier zit ook vulling in. Dus daarom ben ik ook heel erg benieuwd naar die. Als eerste ga ik een beetje door in het roze thema. Want ze hebben heel veel leuke paas donuts nu. Daar heb ik ook een paar van meegenomen, zoals je ziet. Konijntje, paaseitjes. Die zijn er tijdelijk, dus Dunkin die heeft telkens weer andere soorten. Dus met kerst hebben ze weer wat kerstdingetjes. Dus daarom heb ik nu Pasen. Maar ik vind dit bloemetje, vond ik er echt super schattig uitzien. En dit is ook een andere vorm, niet een normale. Dus daarom vond ik deze ook heel gaaf. En het moet dus naar strawberry, is het. Dus ik ben heel benieuwd. Ook wat ik nu al zie is van al deze donuts heeft deze de dikste topping erop. Zeg maar de icing is het dikste. Dus dan moet er natuurlijk ook meer zijn. Dus ik hoop dat het ook lekker is. Dus ik ga er gewoon een hapje van nemen. Nou, je merkt echt het verschil tussen de icing. Hier zit echt veel meer op. Hij is ook wel wat zoeter dan de andere, maar ik vind het helemaal niet zo. Ja, ik hou er best wel van zoet. Maar ook als je niet zo heel erg van zoete donuts houdt, is deze denk ik wel heel erg lekker. Ook het deeg van deze donut is echt super lekker. Ik vind toch de Albert Heijn is nog steeds de luchtigste en qua deeg het lekkerste. Maar deze icing vind ik wel echt het beste van alle donuts. Dan gaan we door naar de tweede van Dunkin. En ik heb voor een dichte gekozen. Ik heb voor een brownie gekozen. Hier zitten heel veel brownie stukjes op en ook wat nootjes. En volgens mij zit er heel veel Nutella aan de bovenkant. Hier zit ook een vulling in. Bij de donut zelf kan je het beste zien. Op het kleine stukje zit er wat minder. Dat is wel jammer van Dunkin. Het zit niet altijd perfect in het midden, de topping, de vulling. Maar volgens mij is de topping hetzelfde als de vulling. Dus ik ga gewoon een hapje nemen van alles. Want ik moet ook een stukje brownie natuurlijk erbij hebben. Het is een hele grote hap in één keer als je ook de brownie ermee neemt. Het is echt Nutella dat op de bovenkant zit. Dus echt super lekker. Ik denk dat dit wel echt een van de lekkere toppings zijn, vind ik zelf. Zelf dacht ik ook dat er nootjes op zitten, maar het zijn kleine fudgeblokjes. Ook super lekker natuurlijk. En in combinatie met die chocola, het is echt een hele grote hap. Maar hij is echt heel lekker. Dat had ik echt niet verwacht. Ik vind deze echt van alle donuts toch denk ik wel een van de lekkerste. Nou, ik heb alle donuts getest. Natuurlijk vond ik ze allemaal even lekker. Maar toch heb ik nog een top 4 gemaakt. En op de laatste plaats staat toch de normale supermarkt, de dekenmarkt. En dat komt omdat het is best wel een droge donut. Je kan deze overal halen. En ja, ik vind ze toch best wel saai om het zo maar te zeggen. Zeg maar, er zit niet zo heel veel variatie in. Het is allemaal een beetje met spikkels en dat soort dingen. Dan staat op nummer 3 staat de low budget winkel. Dit is natuurlijk de Lidl. En deze is gewoon op de derde plek gekomen. Ook omdat er zit vulling in. En van deze donuts zijn allebei de prijs maar 40 cent. Dus je kan voor 40 cent een hele mooie donut neerzetten. Met vulling. En nog eens een lekkere smaak. Dus die vind ik echt wel de derde plek verdienen. Op plaats 2 staat de Albert Heijn, de wat duurder supermarkt. Dat komt omdat die best wel heel erg luchtig is, de donut. En er zit gewoon superleuke toppings ook op.
En ja, wie had het nou niet verwacht? Nummer 1 is natuurlijk Duncan de Specialist. En dat komt ook gewoon puur omdat ik het glazuur heel erg lekker vind van de Duncan. En ze hebben heel veel variatie. Elk seizoen hebben ze weer wat nieuwe dingetjes. En hier hebben ze er eentje leuk met paaseitjes, koekjes en nou, dit konijntje. Het ziet er allemaal veel leuker uit. En als je hier zo deze, hier heeft ze ook marshmallows op. En als je dan die van de Albert Heijn maakt, kijk. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind toch echt die van Duncan er veel gezelliger en schattiger uitzien. Dus ook gewoon het uiterlijk, maar ook de smaken zijn veel lekkerder van Duncan. Dus Duncan heeft toch echt de eerste prijs verdiend. Dus, vonden jullie het een leuke video? Ik vond het super leuk, want ik heb natuurlijk al deze donuts nog die ik kan opeten. Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. En hopelijk leef ik dan nog... Als ik alle donuts op heb gegeten. Doeg!